De Wilcoxon Signed Rank Test, niet verwarren met de Wilcoxon Rank Sum Test die we zo net gedaan hebben, is een toets die erop gericht is om het verschil tussen twee groepen te toetsen, non-parametrisch, op basis van een herhaalde meting. Dus dit is het non-parametrische alternatief voor de paired sample t-test. Nou, in dit geval, ik ga jullie niet weer naar voren halen, in dit geval gaan we wel even naar de simulatie kijken. En dit is wat ik gesimuleerd heb. Ik heb 20 personen hier. En we doen een onderzoekje hier. Oh, ik moet hem wel stilhouden. 20 personen. En we doen hier een onderzoekje dat we mensen ecstasy toekennen en alcohol. En we gaan meten de mate van depressiviteit. Dus we hebben twee groepen. En we gaan dummy variabelen maken, wat we wel eens eerder gedaan hebben. En we geven iedereen die ecstasy krijgt de dummy waarde 0. Deze. En iedereen die geen ecstasy krijgt, die krijgt de dummy waarde 1. Vervolgens geef ik hier de beta-coëfficiënten op. Dus dit is een simulatie. Hè? Dit doen we in het echt natuurlijk nooit. Misschien Diederik Stapel doet dit. Nee, zo slim was hij niet. Oké, B0. Dit is B0 en dit is B1. En vervolgens creëren we wat error. Random normaal verdeelde error met een gemiddelde van 0 en een standaard sigma van 1,7. En hier definiëren we het regressiemodel. Dus even een vraag aan jullie om te kijken of je het een beetje doorhebt. Wat is het gemiddelde voor iedereen in de ecstasy-conditie? Wat denk je? Wat simuleerden we hier? Iedereen in de ecstasy-conditie heeft gemiddeld een waarde van? 0? 23. Hè? Want B0, 23, plus B1, 5, vermenigvuldigd met de dummy-variabele voor ecstasy, die op 0 stond. Dus B1 wordt vermenigvuldigd met 0, iets keer 0 is 0. En dan komt er natuurlijk wat error bij. Dus het gemiddelde voor iedereen in de ecstasy-conditie, daar verwachten we van dat die waarde 23 is. Voor iedereen in de alcoholconditie, wat verwachten we dat daar de gemiddelde waarde is op basis van deze simulatie? Dus om erachter te komen moet je het regressiemodel als het ware invullen. Dus 28, heel goed. Waarom? 23 plus 5 keer 1, want de dummy variabele voor iedereen in de alcoholconditie wordt 1 dan. Hè? Dummy wordt 1. Dus 5 keer 1 is 5, dus dat is 28. En dan komt er natuurlijk nog wat ruis bij. Maar het gemiddelde waar je dan op uit gaat komen is 28. Heel goed. Dus op die manier hebben we een regressiemodel gedefinieerd en simuleren we data voor dit onderzoekje. Dus we definiëren de variabelen ecstasy en alcohol en we hebben de variabelen depressie. En ecstasy en alcohol zijn groepen. En het is een herhaalde meting. Dus wat we hier zien is, vandaag krijgen ze ecstasy, ik meet depressiematen. Een week later laat ik ze nog een keer komen, ik geef ze alcohol en ik meet nogmaals de depressiewaarde. En vervolgens zijn dit de twee variabelen die dat oplevert. En de scores die hier staan, zijn dus de depressiescores. Volg je hem? Is goed, hè? Gaat goed. Oké. Dus dat is de data waar we van uitgaan. En wat we nodig hebben, en deze is complex. En ik denk misschien de echte complexste die we gaan vinden. Maar ik ga je er doorheen loodsen. Want wat we hier eigenlijk willen doen, ik ga eentje terug, is dat we eigenlijk willen de stap maken. Het is even om na te denken. We doen eigenlijk hetzelfde. De eerste stap hier voor deze herhaalde meting is eigenlijk hetzelfde als dat we deden bij de paired sample t-test. Namelijk, we gingen een verschilscore berekenen. En als we een verschilscore hebben, dan is dat de variabele waar we mee aan de gang gaan. En dat was met de paired sample t-test ook zo. Hè? Dan zeiden we van oké, we hebben een voormeting en een nameting. We halen die van elkaar af. Dat levert de waarde d op. En daarmee, van d van difference, hè? Daarmee gaan we aan de gang. Nou, dat werkt hier precies hetzelfde. Dus in de eerste stap willen we dus de difference, het verschil hebben, difference
tussen ecstasy en alcohol. Dus als ik die twee van elkaar afhaal, dan heb ik de verschilscore. Spreekt voor zich. Maar ik heb niet zomaar de verschilscore nodig. Ik heb de absolute verschillen nodig. Omdat ik ga ranken, ben ik niet geïnteresseerd in wat de richting is. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat de ordening is. Dus om van die difference een absoluut verschil te maken, bekijken we hier, even kijken. Nee, dit is dichtbij. Bekijken we hier eigenlijk gewoon het verschil, maar dan absoluut. A, B, S van absoluut. Duidelijk, hè? Nou, dat is nog goed te volgen, toch? Dus dit levert ons een nieuwe variabele op die het verschil weergeeft tussen de voormeting en de nameting, maar dan absoluut. Oké. En nu, ja, dit is de lastigste, jongens. Wat we namelijk nodig hebben, is de rangordening van die nieuwe variabelen. Dus als we even kijken naar wat dat in data is, we hebben ecstasy berekend, we hebben alcohol berekend, we hebben de difference, het verschil tussen die twee berekend. Sommige zijn hoger, andere zijn lager. Die zien we hier allemaal staan. En we hebben het absolute verschil berekend. Dus dan valt zeg maar het minnetje en het plusje valt weg. Daar. Maar nu willen we rangordenen, deze waarden. Alleen, er zit een vervelend allertje onder het gras. Want we willen rangordenen alleen die waarden die verschillen. Dus als er ergens geen verschil is tussen de voormeting en de nameting, dan mag dat verschil, dat nul is, hè, mag niet meegenomen worden in de rangordening. En dat is heel flauw. Field legt dit ook niet uit in termen van formules. Field legt dit uit in termen van procedures. Dus je moet goed lezen wat er staat in dat hoofdstuk om te snappen van wat hij hier nou mee bedoelt. Dus het is goed om gewoon eens even te kijken naar wat er hier staat. En dat even relateren aan wat er hier gedaan wordt. En de moeilijkste stap die komt dus nu. Dus wat we hier gaan doen, is dat we een rangordening gaan toekennen. Er staat hier rank. Rank? Rank wat? Nou, de difference, maar niet alle difference. Nou, alleen de difference waarbij het verschil niet, en dat is zo'n uitroepteken met zo'n isje, waarbij het verschil niet gelijk is aan nul. Alleen van die waarde, alleen van de waarde waarvan het verschil niet gelijk is aan nul, wil ik een rangordening toekennen. En van de overige niet. Dus die moeten buiten beschouwing gelaten worden. En dat doen we hier. Waarbij we dus zeggen, als er voldaan is aan deze conditie, rangorden dan de absolute verschillen die we net hebben gemaakt. En als we dat doen, dan levert dat ons de rangordening op. De rangordening van de absolute verschillen, maar niet de nulletjes meegenomen. En dat zie je hier ook. Hij staat er niet bij. En deze staat er ook niet bij. Dus overal waarbij het verschil er niet is, dan zeggen we van nou oké, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Want eigenlijk hetgeen wat ons zeg maar de verschillen aan gaat geven, dus of de ene rangordeningssom hoger is dan de andere, ja, is als er verschillen zijn. En als er geen verschillen zijn, ja, dan maakt dat niet zoveel uit. Dus die worden buiten beschouwing gelaten en die worden hier in de ranks weergegeven. Rang, nummer 25, 7, 25, enzovoort, enzovoort. Nee, ik zei niet 50, 2.5, sorry. 2.5, 7, 2.5, 2.5, 5.5, 2.5. Oké. En waar we uiteindelijk naartoe willen, is dat we eigenlijk voor iedereen in de ene conditie, namelijk degene die ecstasy krijgen, willen weten wat de som is van die rangordeningen. En we willen weten wat de som is van die rangorde voor iedereen die in de alcoholconditie zit. Dus we hebben de ene conditie, de som van die rangordeningen, en de andere conditie, en daarvan willen we ook de som van de rangordeningen hebben. En Field beschrijft het, zeg maar, eigenlijk een beetje omslachtig, maar ik heb het hier toch maar eventjes helemaal uitgeschreven, want eigenlijk moet je dus gaan bedenken van nou, welke zat er dan waar in? En hoe definieer je dat? Even kijken, misschien moet ik dat anders vertellen. Eigenlijk, waar deze toets naartoe wil, is
weten welke rangordeningen er positief waren en weten welke rangordeningen er negatief waren. En om daar een antwoord op te krijgen, worden er als het ware twee nieuwe kolommen gedefinieerd. De ranks voor de positive values en de ranks voor de negative values. En wat er dan eigenlijk in essentie gezegd wordt van nou, zijn de waarden die hoger scoren anders dan de waarden die lager scoren in de ranking. En dat wordt hier weergegeven. En om daar te komen moeten we weten welke van de verschilscores, welke differences, positief waren. Dus deze is positief, die is negatief. Positief, 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 negatief. En dat moeten we eigenlijk gebruiken om deze twee kolommen te maken. Die twee bovenste. En daar kunnen we de sine-functie voor gebruiken. Complex, hè? Het duurt zo lang. Maar goed, we zijn er bijna. En dit is het lastigste. De rest wordt makkelijker. Dus de sine-functie kijkt naar of het een positieve of een negatieve waarde is. Het verschil tussen ecstasy en alcohol. Dus als die positief is, dan komt er een 1 te staan. Als die negatief is, komt er -1 te staan. En die waarde kunnen we in feite gebruiken om hier de positieve ranking en de negatieve ranking weer te geven. Dus dat doen we hier. Als de sign positief is, zet dan alle ranknummers daarin en anders geeft ze een waarde 0. En als de sign negatief is, zet dan alle rankwaarden daarin en anders is die 0. En dat zien we hier terug. Dus 2.5, 0, 0, 7, 2.5. En zo zien we wat er aan de positieve en aan de negatieve ranking wordt toegekend. En de laatste stap die hier dan zeg maar eigenlijk mee gedaan moet worden, is dat we de som weer gaan berekenen van die ranks. Dus wat je hier ziet is dat er... wat je hier ziet is dat er eigenlijk... Als we de formule hebben om zeg maar deze toets uit te voeren, dan is die vrij eenvoudig. In termen van, nou, dit is je toetsingsgrootheid en zo bereken je hem. Maar voordat je bij je toetsingsgrootheid bent, moet je een heleboel stappen, procedurele stappen doorlopen. En die zijn wat lastig, die zijn complex. Die zijn complexer als de procedurele stappen die je moet doorlopen om bijvoorbeeld een t-waarde te berekenen. Dit zijn veel stappen om iets te bereiken. Maar goed, dat zien jullie ook wel. Oké, dus wat we nodig hebben als toetsingsgrootheid is t plus. Dus de positieve, dus met andere woorden, hij gebruikt van de ranking eigenlijk alleen maar weer de positieve en niet de negatieve. Wat we hier nodig hebben is de t plus. En t plus is de som van de positieve rankings, t plus. Dus als we eentje teruggaan, dan is dat dus eigenlijk gewoon de optelsom van deze kolom. Al deze rangnummers opgeteld, dat is wat je hier terugkrijgt. Dus dat is je toetsingsgrootheid, t plus. En dat weer even relateren aan de betekenis daarvan. Het gaat dus om de verschilscore. Dus als de verschilscore met name positief is, dan betekent het dat de ene variabele structureel hoger scoort dan de andere variabele. Terwijl als de verschilscore negatief is, dan is het precies andersom. Dus de waarde van de positieve waarde geeft eigenlijk alleen maar die ene kant aan. Dus hoeveel positiever scoort men of hoe hoger scoort men in de ene conditie ten opzichte van de andere. En welke conditie dat is, ja, dat moet je weer opzoeken in hoe je dus de analyse hebt uitgevoerd. Welke data, wat je wat van wat hebt afgetrokken. Oké, 18.5 is je toetsingsgrootheid. Wat doen we hier? Hoeveel mensen hebben we hier? Maar, let er even op. Hoeveel hebben we er? Calculate n without the zeros. Dus het gaat ons weer niet om die observaties waar de verschilscores exact 0 waren. Dus als we dit willen toetsen, dan moeten we dus voor de n alleen gebruiken wat we er ook daadwerkelijk ingestopt hebben. En dat betekent dat de nulletjes hier uit moeten. Dus we hebben 7 personen die hebben bijgedragen aan dit getal. Nou, en met die waarde kunnen we eenvoudig weer het gemiddelde van t berekenen. N keer n plus 1 gedeeld door 4. Dit is weer een constante, hè? Heeft niks te maken met het design. En de standaard error van t
En, nou ja, weet je, ik ga het niet eens opnoemen. Je ziet het. Ook dit weer, zijn weer constanten. En hiermee heb je dus de toetsingsgrootheid, het gemiddelde van die toetsingsgrootheid, de standaard error van die toetsingsgrootheid. Die zetten we weer om in een z-waarde. En die z-waarde kunnen we weer eenvoudig toetsen. Die is weer standaard normaal verdeeld, net als de net. En we vinden hier een z-waarde van 0,7. Wie denkt dat dat significant is? Vingers. Wie denkt dat dat niet significant is? Heel goed. Fijn. Gaat zo goed. Echt. Trots op jullie. Goed. Z-waarde. Stoppen we in die visualize-functie. Tweezijdig getoetst. Niet significant. Een p-waarde van 0,4. Eenzijdig hebben we niet eens gedaan. Prima. Effect size. Dus de omvang van het gevonden effect is weer op precies dezelfde manier te berekenen door z te delen door de wortel van n. Dus wat er gedaan wordt, is niet zozeer gekeken naar het verschil tussen de ene groep ten opzichte van de andere groep, maar voornamelijk ten opzichte van het gemiddelde wat men verwacht ten opzichte van die nulhypothese. Dus je kijkt, wat is de t plus ten opzichte van het gemiddelde? Of in de eerste situatie, wat is de kleinste ranksum ten opzichte van het gemiddelde? Had natuurlijk net zo goed de grootste ranksum kunnen zijn, want het is gewoon afzetten ten opzichte van het gemiddelde. Dus in die zin heeft dat verder niet veel meer betekenis. Maar het is wel even goed om te weten wat je nou aan het vergelijken bent en wat het dan betekent ten opzichte van je onderzoeksdesign.